Taakspel voor een positief klassenklimaat. Hoi, dit is meester Jeroen en dit is groep 4. De klas speelt taakspel. Jeroen leert door taakspel om systematisch aandacht te geven aan taakgericht gedrag van zijn leerlingen. Hierdoor neemt regelovertredend gedrag af. Wanneer kinderen toch regelovertredend gedrag laten zien, dan neemt Jeroen een taakspelkaartje weg. Zo leren de kinderen. Dat ze aandacht van Jeroen krijgen wanneer ze positief gedrag laten zien. Vandaag hebben Jeroen en de kinderen afgesproken dat ze de taakspelregel Je bent zelfstandig met je taak bezig oefenen. Maar Daan heeft het moeilijk. Hij weet niet hoe de eerste som moet. Daarom begint hij tegen zijn teamgenootjes te praten over de goudvis. Jeroen wacht af. Daans teamgenootjes zeggen st. Maar Daan staat op en gaat bij de goudvis kijken. Jeroen neemt een groen taakspelkaartje van het team weg en realiseert zich dat Daan meer ondersteuning nodig heeft om het gewenste gedrag te kunnen laten zien. Hij vraagt hulp aan Alexandra, zijn taakspelcoach. Zij coacht Jeroen met behulp van reflectieve leerkrachtcoaching. Alexandra heeft de les van Jeroen gefilmd. Samen bespreken ze wat Jeroen vindt van zijn reactie op het regelovertredend gedrag van Daan. Dit heet Reflectie na actie. Ze concluderen dat Daan zich waarschijnlijk beter aan de taakspelregel kan houden wanneer Jeroen met Daan werkt aan de sociaal-emotionele competentie zelfmanagement. Vervolgens spreken ze af dat Jeroen Daan bij de start van taakspel zal aanmoedigen om zijn vinger op te steken wanneer hij een som niet begrijpt of om hulp te vragen aan een teamgenootje. Tijdens de volgende rekenles draagt Alexandra een microfoon en Jeroen een oortje. Alexandra ziet dat Daan naar zijn rekenschrift staart, maar niet begint. Jeroen heeft nog niet opgemerkt dat Daan niet werkt. Daarom fluistert ze: ondersteun Daan in Jeroens oortje. Jeroen loopt snel naar Daan en vraagt zachtjes: lukt het met de sommen, Daan? Daan zegt dat hij de eerste som niet begrijpt. Jeroen helpt hem. Daan werkt daarna een kwartier geconcentreerd door. Jeroen steekt zijn duimen naar hem omhoog. Daan en zijn team verdienen een kwartiertje extra buitenspelen. Tijdens de volgende rekenlessen steekt Daan uit zichzelf zijn vinger op wanneer hij hulp bij een som nodig heeft. Zijn teamgenootjes helpen hem meteen. Daan is heel trots. Zijn team is trots en meester Jeroen natuurlijk ook. Zo helpt reflectieve leerkrachtcoaching leerkrachten om tijdens het spelen van taakspel Gericht aan de sociaal-emotionele competenties van kinderen te werken, zodat het hen steeds beter lukt om gewenst, taakgericht gedrag te laten zien.